Maar we luisteren ook naar de samenleving. De samenleving die klaagt. Twee zaken zijn duidelijk zichtbaar. De prijzen in de winkel en de koersenontwikkeling. De regering heeft beslist dat het pakket van basisgoederen, wat nu 30 is, uitgebreid zal moeten worden. Op basis van goede identificatie wat de behoefte is in de samenleving. Tweede is namelijk dat de regering beslist heeft dat importeurs voor die basisgoederen, namelijk de geunificeerde dollarkoers, gaan krijgen. Het zou u wel of niet opgevallen zijn dat wij gesprekken voeren met de importeurs en met de winkeliers. En dat afgesproken is dat wij voor de basis en essentiële goederen, dat wij deviezen beschikbaar zullen stellen en dat daardoor de prijs met 20% omlaag gaat. Ik moet tot mijn vreugde ook zeggen dat ik zie dat importeurs nu reeds adverteren bepaalde goederen waarvan de prijzen 20% naar beneden zijn bijgesteld. We hebben ook met de winkeliers en de consumentenbond gesproken, want ook wij maken ons zorgen over de controle. Maar u begrijpt wat er gaat gebeuren. If ino pota controle in een winkel, je gaat weer die hoge prijzen krijgen, ondanks die lage koers. Dus de opdracht is ook gegeven aan de ministers met strenge controle, met handhaving, met intrekken van vergunning, met sluiten van winkels. Want nu hebben we wel die dollars, die schaarste dollars, die we langzaam hebben opgebouwd de afgelopen 6 maanden. Met prudent beleid. Dat we dat ter beschikking gaan stellen van het volk van Suriname. En ik doe een dringend beroep op al die ketens. Al die schakels in deze keten van import, distributeur, kleinhandel, detailhandel. Dat ze meewerken om het volk te beschermen. En het volk roep ik op, we gaan die prijzen bekendmaken. Via de dagbladen om ons te ondersteunen bij die controle van die prijzen in de winkels.